Wil jij hem anders wegrijden? Nou, wel gek, dankjewel hoor. Ja, ik wil graag. Hey, hand tegen! Hand tegen! De handhavers rijden door richting het uitgaansgebied. Hoi, goedenavond. U heeft net moeten slalommen waarschijnlijk om een bord heen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik word even klein op. Ik snap het. Ik hou ze zo dicht mogelijk bij... U moest ze ook ophalen vanavond, of niet? Nee, ze vanavond reizen met iemand mee. Oh, dat scheelt dan weer. Hou er even rekening mee voor de volgende keer, want zowel de politie als wij zitten normaal gezien heel strak op. Okay. Yes? Nee, fijne avond. Hoi, hoi. Op de stoep een auto die daar niet mag staan. Hij krijgt een bekeuring. Ik heb net foto's gemaakt van de auto en deze ga ik toevoegen in mijn procesverbaal. Dan arriveert de eigenaar van het voertuig en die is not amused. Weg met de camera. Pardon? Weg met die camera. Doe even rustig op. Hey, we gaan even met jou in gesprek, want je staat op de stoep. Nou, ik denk het wel, je bent staande gehouden. Ja, je staat dus op de stoep. Wat moet jij nou? Ja, ik wil een rijbewijs zien. Ja, een rijbewijs bij je? Nee. Ik rijd toch niet veel? Nee, je gaat instappen. Ben je de bestuurder? Ja. Heb je de auto hier zo neergezet? Nee. Nee, wie dan? Ja, een vriend van me. Ben je de eigenaar van de auto? Ja. Oké, nou, dan ga ik jou daarvoor... De jonge man is erg opgefokt en toont weinig respect voor de handhavers. Ja. Of jou even je bewijsje zien? Ja, kijk maar even uit met wat je zegt, joh. Wat ja, zijn hele rare bewoningen. Nou. Tuurlijk, joh. Ja, nou nu. Dan maak ik even, noteer ik het even. Nou, of niet, joh. Heb je voor ons dan even je rijbewijs in de tussentijd? Ja. Ja, ik wil eerst even jouw dingen zien. Ja. Zo werkt het niet. Wat, zo werkt het niet? Wie denk jij nou dat je bent? Bij deze vorderen jouw rijbewijs. Stoer man. Wie denk jij dat je bent dan? Bij deze vorderen jouw rijbewijs. Ja. Wie geeft vast je rijbewijs, dan mag je daar niet van ons zien. Dankjewel. Stoere gozer, ben je. Mag ik even kijken? We zien. Waarbij ze waren bezig met dat voertuig te bekeuren. Die stond geparkeerd op het trottoir. De eigenaar kwam aanlopen, direct al met een behoorlijke toon. Mijn collega wilde hem staande houden, waar hij al direct heel lastig bij begon te doen. Vervolgens hebben wij gevorderd om zijn rijbewijs. Die heeft het uiteindelijk overhandigd. Uiteindelijk wilde die ook direct de grote man uithangen om ons legitimatiebewijs te zien. Uiteraard gewoon getoond. U verder nog vragen? Nee. Oké. Okay. Wegzetten. Ja, dat sowieso. Ja, dat dacht ik ook, ja. Top. Maar je hebt nou toch een boete, kun je net zo goed laten staan? Nee, nou, dan slepen ze weg, die trieste kampioens. Ja, stap alsjeblieft in en rij weg. Voordat je iets gaat zeggen waar je spijt van gaat hebben, toch? Nou, ik heb geen spijt van, hoor. Nou ja. Ik kan zeggen wat ik wil, toch, of niet? Dat het met je te ver gaat. Stap alsjeblieft in en zet alsjeblieft je auto weg. Ja, loop maar weg, dus stap ik in. Nou, we gaan er even op toezien, anders moeten we hem inderdaad weg laten slepen. Ja, ja? Ik zou van de kant gaan, dan rijd ik over je voet of zo. Ja, dat zou vervelend zijn. Goeie ook, ja. Ja, toch? Op stalen neus. Ah, ik ben niet zo van dat gedrag, maar stap in en wegrijden. Kom op, ik ga je vorderen. Dat ding moet weg. Oké, je vorder me bij deze. Ik vorder bij deze dat je auto weghaalt. Het ziet er goed uit als je dat dankjewel. Zegt. Dankjewel, hey, doe je. Doe je. Wil jij hem anders wegrijden? Ik ben wel gek, dankjewel hoor. Nee? Nee. Nee, ik weet misschien, je bent zo... Nee hoor, dank je. Vervolgens heeft hij een bekeuring gekregen. Voor het parkeren op de trottoir heeft hij zijn auto niks verplaatst. Als de man er vol gas van doorgaat, kan een voorbijganger het niet laten zich ook even te laten gelden. Als je de wijze wil uithangen, moet even kijken welke ontheffing erin zit. Dan moet even kijken welke ontheffing erin zit als je de wijze uit wil hangen. Ja, asociaal hoor, dit zo. Dat mag. Heb je even je rijbewijs voor mij of je identiteitskaart? Ja, rijbewijs! Zo! Nee, ik hoef je te geven, kolen door, man. Ja, jij wilt de discussie graag voeren, ik wil graag even jouw identiteitsbewijs zien. Ja, nou, ik denk het zeker wel. Als ik het ga vorderen, heb je een probleem, hè? Hoezo? Dus. Hoezo? Omdat ik het vraag aan je. Je wil graag de wijze naar zijn, ik wil graag even weten wie je bent. Nee, ik wil helemaal geen wijze naar zijn. De betrokkenen van het voertuig had een behoorlijke vriendengroep bij zich. In ieder geval die zich ook begonnen te bemoeien met de bekeuringssituatie. Een van zijn vrienden vond het nodig om zich nadrukkelijk te bemoeien met ons optreden. Waar ons voertuig stond. Wat wij wel en niet mogen. Vervolgens wilden wij hem staande houden. Want we willen wel graag even weten wie het is als jij zo nodig met ons bemoeit. Geef gewoon even je identiteitsbewijs. Geef gewoon even je identiteitsbewijs, niks aan de hand verder. Nee, dat hoeft niet. Zeker weten van wel. Hoezo? Omdat ik graag wil controleren wie jij bent. Ja, nou, dat doe ik op deze. Zeker weten van wel. Ja, nee, leuk. Ik wil graag. Hey, hand tegen! Hand tegen! De jongeman wordt verderop staande gehouden door twee beveiligers. Een situatie van niks loopt uit op een aanhouding. Hé, hey, kom maar kijk! Hey, doe ze maar rustig gewoon! Hé, ik moet met je maar mee. Mee. Doe ze maar rustig! Ja, kom, werk dan mee, je wordt aangehouden! Ik werk toch mee? Je wordt aangehouden! Ik help hem jou! Laat hem los! Laat hem maar! Ja, ja, ja! Hey. Wil, hij wordt aangehouden! Laat hem nou meewerken! Voort! Voort! Je zag wat hij net deed! Voort! Je zag wat hij net deed! Wat deed hij dan?
Doe snel even rustig gewoon. Hij gaat nergens heen. Doe ze even rustig. Maar er is niks aan de hand. Er is echt niks. Loop gewoon even die kant mee. De rest gewoon even van me weg. Oké, laat hem. Doe ze even rustig. Laat hem even los. Hij loopt echt wel weg. Hij gaat niet rennen. Ik ga niet weg. Ik wou alleen even kijken hoe snel je was. Ja. Nou, snel ben je niet. Hij gaat sowieso geboeid worden, want hij is al één keer vandoor gegaan dus. Trek nou niet aan mijn jassie. Je kan toch gewoon zulke gewoon even niet zeggen. Die heb ik net nieuw, jongen. Duw gewoon even niet. Ik duw jou toch gewoon niet. Wegwezen, wij hebben hem aangehouden. Klaar. Trek nou niet aan mijn jassie. Ja, maar je gaat wel geboeid worden, dus... Prima, ik ga ook gewoon mee. Ik ga ook gewoon mee. Ja, dat had je dan net moeten doen. Hij heeft toch niks gedaan? Ja, maar... Laat hem nou. Hij is weggerend, dat zag je zelf ook. Ja, maar nee, nee. Het is klaar. Het is klaar. Dit neemt toch niet weg dat je gewoon normaal met hem kan omgaan, of niet? Nee, dat kan hij niet. Wat hij dan eerst moet bedenken, kom wegwezen. Ja, dan kan jij alsnog normaal tegen ons doen, toch of niet? Kunnen ze niet. Laat doen. Bizar, zeg. Zijn overige maten, ofwel vrienden, die begonnen zich ook ermee te bemoeien. Waarna de verdachte er tussenuit glipte. Na een korte achtervolging met behulp van de horecaportiers is hij aangehouden. Ja, jij gaat er toch vandoor of niet? Ja, je bent te traag, jongen. Dat wil ik even laten zien. Ja, prima. Ja. Ik heb voor de rest niks verkeerd gedaan. Ja, dat gaan we dan uitzoeken, hè, dus. Zo simpel is het. Ja? Ja, mag ik? Ja, gelokt. Ja, 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 ik ben sowieso rustig. Ik ben sowieso rustig. Niet zo knijp, hoor. Hey. Doe zee, je doet me zeer. Ja, doe maar rustig. Je doet me zeer. Blijf je nou gewoon knijpen? Ik ben helemaal niet aan het knijpen, joh. Ik hou je handboeien vast zodat je niet nog een keer weggaat. De jonge man krijgt een boete voor het niet tonen van zijn ID-bewijs nadat dat gevorderd werd. Ik ken hem niet. Nee, jongens. Dus, top. Wil je niet horen? Hij hoeft niet weg te lopen. Hij moet gewoon zijn ID geven als jullie dat moet vragen. Van het bureau Genesse, gaat het? Wij gaan even naar ons auto. Aangekomen politiebureau is de verdachte voorgeleid. En zijn wij teruggelopen richting ons voertuig. Terwijl Albert en Wesley teruglopen naar hun auto, wacht ze de volgende provocatie. Is die auto weg? Ja, kijk maar. Kijk nou als je... Onze auto is niet meer op de locatie waar we hem hebben achtergelaten. Kijk nou maar, John. Het is dit. Wij kwamen bij het dienstvoertuig. Daar zagen wij tot onze verbazing dat het dienstvoertuig niet meer op de plek stond waar wij hem hadden geparkeerd. Misschien stom van onszelf. De sleutel zaten nog op de motor stond nog te draaien. Omdat wij er eigenlijk vanuit gingen dat een hele simpele bekeuringssituatie zou zijn. Wat achteraf niet zo was. Ik ga echt wat. Ja, waar stond de auto geparkeerd? Beaumont, zijkant. Jan van Renesseweg. Zo. Moet het van Jeroen vragen, de beveiliging. Ja. Ja, direct gecommuniceerd met ons kamertoezicht. De politie heeft uitgekeken naar ons voertuig. Ons voertuig is gelukkig voorzien van een track-and-trace systeem. Ten eerste tanks, ten tweede onze auto is gestolen. Ja. Heb jij iets gezien? Nee, ik in Marijn is erin gaan en hij zegt, die auto staat er niet. Nee. Maar dat zullen, zullen die anderen wel geweest zijn. Ja. What the fuck, joh. Het staat niet op camera. Nou ja, ik hoop het, maar het stond daar natuurlijk om de hoek. Ja, we hebben het dienstvoertuig laten lopen omdat we een voertuig op de trottoir zagen staan. Normaal gezien is dat een hele korte bekeuringssituatie. Als je de bekeuring hebt geschreven, stap je erin en ga je normaal gezien gewoon weer verder. Behalve dit keer. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt, jongen. De tijd dat ik hier loop, dit is echt nog nooit gebeurd. Allereerst wat er door ons heen gaat is natuurlijk een en al verbazing met het... respect hoe mensen graag omgaan met de spullen van de gemeente dan wel met de handhaving. Aan de andere kant is het gewoon stom van onszelf dat we de motor hebben laten draaien. Albert en Wesley gaan richting het politiebureau en daar ontvangen ze goed nieuws. Ja, onze auto is uitgepeild op een bepaalde locatie. In ieder geval in de omgeving nog van Renesse, dus dat is een voordeel. De Zeedistelweg zou die moeten staan. Dat is in de buurt, ik denk, een kleine 5 minuten rijden. Moet ik anders met die aanhouding iets doen? Ja, doe jij dat maar. Ik ga... Doe die... Staat hij. Even kijken of ze de sleutels erin hebben laten zitten. De auto wordt in goede staat teruggevonden. Albert is opgelucht. Jezus zeg. Het lijkt allemaal erg grappig. Toch is het eigenlijk diep triest dat sommige jongeren geen enkel respect meer hebben voor andermans spullen. Diefstal of joyriding is gewoon een ernstig feit. Je blijft gewoon met je tengels van andermans spullen af. Het is gewoon een eigendom van de gemeente. En daar blijf je gewoon van af. Als het voertuig echt weg was geweest, hadden wij onze dienst gewoon niet kunnen vervolgen.
Ja, dat was ook gewoon betekend dat, ja, dat er geen hulpverlening of handhaving op straat was geweest. 94, dubbel 0, kom eens uit van 01. Ja, voertuig terecht hoor. Gelukkig hebben we ook nog cameratoezicht. Nou, die gaat in ieder geval kijken op de invalswegen of ze de groep hebben zien rennen. Want van buurtbewoners hebben we gehoord dat het een bepaalde groep was die met het voertuig er vandoor was gegaan. Helaas geen goed signalement of herkenning van de verdachtes. Ja, hopen dat dat nog iets oplevert. Hey Pim met Albert. Voertuig is in goede staat terug aangetroffen met sleutels erop. Dus dan ben je niet van de hoogte. Op dit moment worden de camerabeelden nog uitgekeken of er een verdachte te achterhalen valt. Ja, mocht er een verdachte uitkomen, dan zal hem te lasten worden gelegd diefstal auto of joyriding als die geen rijbewijs in zijn bezit heeft. Maar ja, dat alles zal uiteindelijk de rechter bepalen. De dader zal diefstal voertuig ten laste worden gelegd. Op diverse beelden was hij zichtbaar. We hebben direct ook de leidinggever van de gemeente in kennis gesteld. Die heeft de burgemeester in kennis gesteld. Die had het bij iedereen verwacht, behalve bij ons twee. Dus ik denk dat hij een hele plezierige avond heeft. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.